보이게 필름만 보내네 공사자 해 보이게 보이게 예 알았어 Deze tractor. Nog maar jouw kant. Hoe is het? Kompo, ik wil ook een jammer. Nou, ik heb een zonne. Kompo, ik heb Piet, ja. Dokter Beldeusing, u bent huisarts geweest in Den Haag. En nu hier ook huisarts, maar wat doet u in het veld? Ik loop in de voetsporen van mijn haja, hoor. En dat heb ik waar kunnen maken. Ja. Waar zijn we nu? We zijn hier aan de Saramaca Kanaalpolders. En van wie is dit? Dit is van mij. Dit veld? Dit veld is van mij. Ja. En hoe groot is hij? Dit is 6 hectare. 6 hectare. En hoeveel is beplant met bananen? Nou, is van 5000 en 2 hectare kokos. Mm-hmm. Nou, dat is ook om 1000 of zo. En dat vereist werken. Ja, ja, ja. Dat is heel ander werk dan spuitjes geven. Hè? Ja, zeker. Huh? Zeker. Aha, maar welk plezier beleeft u hieraan? Nee, het is. Het geeft me een goed gevoel, laat mij dat zeggen. Ja? En het wordt wel eens een verplichting dat je naar het veld moet. En dat is dan niet leuk. Voor zover het een hobby is, is het leuk. Maar het hobbytje van mij is uitgegroeid tot echt een middelgroot landbouw. Maar je hebt Nederland verlaten, heb je er geen spijt van? Absoluut niet, nee, nooit, nooit, nooit. Je bent dus een remigrant, zo gezegd. Ja, ik ben een remigrant, maar ik heb er geen spijt van. Absoluut niet. Trouwens, Nederland blijft in geheugen, precies als deze Saramaca-polder. Je doet een stap en dan ben je in Den Haag of zoiets. Ja. Maakt ook niks uit. Oké. Wat is dit? Dit is een bananenplant en dit wordt weer teruggeplant. Mm-hmm. Ja. En hoeveel heb je er hier uitgegraven? We hebben het 205 stukken uitgegraven om dat weer terug te planten. Mm-hmm. En na hoeveel tijd wordt dit een tros, of geeft dit een tros bananen? Na 9 maanden krijg je een tros bananen. Dat is een vrouw? Ja. Na 9 maanden? Na 9 maanden. Maar wij noemen ze hier bananen. Bananen, ja. In Nederland is banaan bakwa. Bananen bakwa. Maar dit is... Echt bananen. Groene bananen. Groene bananen, ja. Oké. Okay. En heb je de bakwa ook uitgegraven? Ja, we hebben bakwa ook, zeker bakwa ook gegraven. Hm. Dat is ietsje kleiner. Dit is kleine bakwa. Oké. Okay. Ja. En waar gaat dit nu naartoe? Dit gaat nu naartoe naar 6e Rijweg. In de grond van Bas Moti. Oké, okay, nou hoop dat die gauw vruchten geeft. Ja, na 9 maanden. Gauw, ja, gauw. Oké. Okay. En wat zijn de jongens bezig te doen? Deze jongens die trekken plantjes uit voor jou. Aha. Want je hebt nogal wat hectare daar om te beplanten. En dat doe je nu, daar heb ik respect voor hoor. Nou, ik heb ook respect voor jou. Je bent voor mij een voorbeeld. Maar andere Surinamers vervoeien zulk werk? Nee, kijk, als die Surinamers hier, ik woon in het resort Jaricaba, de Saramaca, het heet Uitkijk ook hier. Als zij dan mijn voorbeeld zouden nemen, ja, zouden ze heel welvarend zijn hoor, want ja. Ik ben welvarend. Okay. Ja. Je ziet er niet naar uit? Nee, welvaart zit niet in het materiële, dat kan je permitteren. Welvaart zit in het gevoel ook. Dat je welvaart, dat je
dat je loopt en je goed voelt, je rent, je voelt je goed, je praat, je voelt je goed. Kijk, over het algemeen wordt dat welzijn genoemd, maar goed. Beide zijn mogelijk, welzijn en welvaart zijn mogelijk, als wij de agrarische sector daarin mee gaan doen. En dat is eigenlijk oer-Hindoestaans, hè? Ja, oer-Hindoestaans, oer-India's en het is voor Suriname aangeraden. Mm-hmm. Ja, en als ze dat niet doen, zullen ze van armoede sterven, zeker. Ja, op termijn, hoor. Daar zijn Harald en Suresh bezig. Ja, meneer Baldessing. Nu is het schaften, hè? Ja. Na gedane arbeid. Het is 12 uur, denk ik nu. Ja. En wie zijn deze mannen? Deze jongens helpen me. En die andere jongens helpen jou. En zo groeien we. Ja, zeker. Maar dit is een aanplant van bananen. Ja. In welke fase verkeren ze? Nou, dit zijn de tweede generatie bananen die ik verzorg. Hoe heet het in het Hindoestaans? Dujia. Dit is de tweede. Dujia betekent de tweede. Dit is de tweede generatie bananen die ik verzorg. De eerste generatie die heb ik al verkocht. Gekapt en verkocht. Oh, dat, oh, ja.